Door fors stijgende kosten is de gemeente meer geld kwijt aan het inzamelen en verwerken van afval. En dat gaat de gemeente doorberekenen aan de inwoner. Dat komt omdat de tarieven voor afvalstorten explosief zijn gestegen. En het ophalen van het afval, het oplichten van de bakken en het in de vrachtwagens gooien, dat kost ook veel meer geld dan voorheen. En dat maakt dat de tarieven fors zullen stijgen. Momenteel betaalt men voor het legen van de restafvalcontainer van 240 liter €9,50. Dat wordt per 2020 €11,50 per leging. Het aanbieden van de GFT-container is nu nog gratis. Echter zitten de kosten daarvan verrekend in het vaste tarief. Als het aan het college ligt, gaat men per 2020 €2 betalen voor het legen van de 240 liter GFT-container. Veel mensen denken dat de groene container gratis is, maar dat is een mythe. Want natuurlijk kost hij geld. Alleen hij zit nu versleuteld in het vaste deel van het tarief, dus mensen zien het ook niet. Maar in de praktijk betekent het, als je een grote tuin hebt en je stopt hem helemaal vol, of je zet hem elke keer aan de straat, ja, dan betaalt ook degene mee die geen tuin heeft, of een kleine tuin, of hem heel weinig aan de straat zet. Dus ons lijkt het eerlijker om het op deze manier te doen. Volgens wethouder Van Vught moet degene die het meeste afval scheidt het minst gaan betalen. Iedereen krijgt te maken met afvalstijging. Maar de mensen die het maximaalste scheiden, die hebben het minst last van de kostenstijging. Dus in die zin blijft goed scheiden, blijft beloond. Volgens Philip den Haan van Altena Lokaal moet er ook verder gekeken worden op het gebied van afvalscheiden. Ook hier zien we dus weer dat het altijd weer over geld gaat. En nou, wat wij willen doen, en dat willen volgens mij de meeste partijen, nou, eigenlijk iedere partij binnen de gemeente Altena die wil dat, dat het voor de inwoners zo min mogelijk geld kost. Dus dat gaan we nu met het college gaan we kijken. Maar dat betekent ook wel dat we met elkaar moeten gaan kijken naar de bewustwording van het fenomeen afval. Hoe gaan we afval aanbieden? Hoe gaan we afval scheiden? Hoe gaan we dat met elkaar op een juiste manier doen dat het zo min mogelijk geld kost? Maar op dit moment liggen die cijfers er wel. Daar horen openingstijden van milieustations, maar ook de kosten bij milieustations, die horen er allemaal bij. En als je dat op een goede manier naar buiten kan brengen van hoe het daadwerkelijk is, dan zullen de meeste mensen ook snappen dat er wat moet gaan veranderen. Dat het misschien iets meer gaat kosten, maar aan de andere kant moeten we ook wat meer gaan doen met de bewustwording en de wijze waarop we het aan gaan bieden. Over de openingstijden van de milieustations kan de wethouder nu nog niks zeggen. Dat onderdeel dat komt later nog terug. Ook daar gaat de gemeenteraad nog een besluit over nemen nadat wij als college een voorstel hebben gedaan. Maar we gaan inderdaad wel serieus kijken of we qua openingstijden wat kunnen verbeteren. De wethouder is niet bang dat er door de maatregel meer afval gedumpt gaat worden. Nou, wat we nu zien is dat wat we vooral in het buitengebied aan zwerfafval aantreffen, dat bijvoorbeeld veel plastic is of blikjes of andere zaken, bijvoorbeeld matrassen, die mensen gratis bij het milieustation kunnen indienen. Dus het is ook niet zo dat als een container belast wordt of betaald moet worden, dat afval in het buitengebied verdwijnt. Maar het is vooral het afval wat eigenlijk al gratis is, dat wordt gedumpt op de een of andere merkwaardige manier.